Hallo allemaal. Hoe leuk is koningin Maxima nou in het echt? Dat is denk ik toch wel de vraag die op nummer 1 staat die mensen mij stellen. Op nummer 2 staat, hoe lang blijf je dit nog doen? Want anders dan bijvoorbeeld bij een krant of bij het nieuws. Ja, het is maar één onderwerp, zouden mensen misschien denken. Maar als je nou kijkt naar het vorige filmpje, dat ging over mode. En vandaag ga ik het even over geschiedenis. Want behalve linten knippen en dat soort dingen, een monarchie staat voor traditie, voor geschiedenis. Waar een president in zijn ambtswoning, het Witte Huis bijvoorbeeld, alles van zijn voorganger kan verdoezelen, is dat voor de koning toch wel anders. Hij is opgegroeid tussen de familiestukken. Eeuwenlange oranje geschiedenis, dat is waar hij in opgegroeid is, net als de generaties voor hem. Paleis Huis ten Bosch is natuurlijk de plek waar koningin Beatrix altijd heeft gewoond en nu wordt het verbouwd, zodat de koning met zijn gezin daar kan intrekken. Een aantal van de kunstwerken die daar hangt zijn gerestaureerd en zijn nu tijdelijk te zien in het paleis op de Dam. Stukken die dus nooit eerder te zien zijn geweest voor het grote publiek. En dat is best wel bijzonder. Afgelopen vrijdag was ik in het Koninklijk Paleis in Amsterdam en daar opende de koning de expositie Dynastie, portretten van Oranje Nassau. Volgens de directeur van het Koninklijk Huisarchief, Flip Maarschalk-Weert, is er geen andere verzameling dan de koninklijke verzamelingen met zoveel portretten van de eigen familie. Toen de familie daarmee begon, bestond er dus nog geen oranje monarchie. Nederland was een heel modern republiek, maar al wel werd er langzaam een hof gevormd door de Oranjes, zoals ze die in Frankrijk, Spanje of Engeland hadden. Je zou je kunnen afvragen, hoe interessant is het nou voor de koning om deze tentoonstelling te bezoeken? Hij is historicus, maar hij kent natuurlijk deze stukken allemaal al. Ook deze reeks van schoonheden, geschilderd door Geert van Honthorst. Nou ja, schoonheden. Een van de bijkomstigheden van zo'n leuke opening is dat er ook een borrel bij hoort. Dus borrelen met de koning, ja, het is inderdaad zo'n vrijdagmiddagborrel op het paleis. Als je van geschiedenis en van koninklijk houdt, dan is deze zomer in ieder geval een periode om je niet te vervelen. Want eerder deze maand is namelijk in Amsterdam ook een andere opening geweest. Die van de expositie over Catharina de Grote. Catharina de Grootste wordt de expositie genoemd in de Hermitage. Aan de hand van sieraden, juwelen, kledingstukken, beeldhouwwerken en natuurlijk schilderijen wordt haar leven geschetst. Hoe dat meisje als 16-jarig Duits prinsesje naar Rusland toe gaat en uiteindelijk de grote tsarina wordt. Ze wordt niet voor niks Catharina de Grootste genoemd in deze tentoonstelling. En waarom? Ik zou het zelf maar gaan bekijken. Thank you.
Ik hoop dat je het een leuke video vond. Volgende week ben ik er hopelijk weer. Dan een nieuwe video over vakantie. Amalia heeft namelijk haar boek al ingeleverd. Haar andere twee zusjes moeten nog even naar school. Maar binnenkort begint ook voor hun de vakantie. Heb je de vorige video gemist over Edouard Vermeulen van Modehuis Natan? Je kunt hem altijd nog kijken. Klik gewoon even hier.